Dag kijkers, welkom bij de match van de maandag. Het seizoen 2009-2010 was er voor volleybalclub Puurs één om snel te vergeten. Met ups, maar ook vooral veel downs. Drie coaches en enkele paniekaankopen konden het tij niet keren. En barragewedstrijden waren nodig om het behoud in de liga te verzekeren. Gevolg, Puurs gooide het over een andere boeg en was in het tussenseizoen zeer actief op de transfermarkt. Er werd een nieuwe ploeg gevormd met jonge spelers uit het Nationaal Belofteteam, aangevuld met ervaren buitenlanders. Mijn naam is Jelle Permans, ik ben 17 jaar oud en ik ben opposit bij VC Argens Duvel Puurs. Mijn naam is Herman Dries, ik ben 19 jaar oud en ik ben de middelblokker van het team. Mijn naam is Jelle Rivens, ik ben 18 jaar en ik ben libero. Ik ben Seppe Bates, ik ben 21 jaar en mijn functie in de ploeg is receptiehoek. Jullie nemen vier jongens van het nationale belofteteam. Is dat een samenwerking met de bond? De bedoeling was om hier hetzelfde systeem op poten te zetten en zo ook open te stellen voor eigenlijk jongens van de volleybalschool. Wij waren in de eerste plaats natuurlijk heel hard geïnteresseerd in Jelle Ribbes. Waarom? Speler van eigen jeugd. En we wilden die zeker terug naar hier krijgen als uithangbord van de club ook. Maar eens even wennen bij het nieuwe Puurs. Ervaren spelers als Sophie van Kalster en andere Klaarmansen verdwenen van het Klein-Brabants toneel. Acht spelers werden aangetrokken en ook de volledige technische staf is nieuw. Er is gezocht naar een spelersgroep met een goede balans tussen ervaring en jeugd. Het is aan nieuwbakken coach Martijn Koelman en zijn assistent Tom Roosen om er een geheel van te maken. Ja, Joost Bormans, spelverdeler, komt van Roeselare. Ik denk daar vooral dat het leiderstype te vinden voor mijn jonge team. Athanas Milev, dat is een receptiehoek. Zijn broer speelde al bij ons, Vlado Milev. Athanas is gekomen om te zorgen dat de receptie stevig blijft. Naast een hele jonge libero heb ik een ervaren receptiehoek nodig. Alan Djordjevic, de nummer 17, dat is een receptiehoek. Een typische tweespeler ook. Heeft enorm veel capaciteiten qua spronghoogte, tikt 3,55 meter. Kan ontzettend snel aangespeeld worden ook. Dami Bakari, Brits International, komt hier ervaring op doen om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. I'm here to make fast track myself, improve myself quickly as possible within the few years before the Olympics and see how much I can get out of this year. Met de komst van het ambitieuze Asse Lennik was de eerste thuiswedstrijd van Puurs niet van de poes. Lennik wil de hegemonie van Mazeik en Roeselare doorbreken en is in vergelijking met vorig jaar nog versterkt. Het nieuwe Puurs moet nog zoeken naar automatisme. Tegen Lennik haalde Puurs geen constant niveau en ging het met 1-3 onderuit. Roger Poeders zag een wedstrijd met twee gezichten. In set 1 is de thuisploeg niet bij de les. Het respect voor de bezoekers en het te goed willen doen voor eigen publiek zijn mogelijke oorzaken. Onnauwkeurige recepties waardoor de opbouw voorspelbaar wordt, een hoge foutenlast en een sterk spelend Lennik liggen aan de basis van de 12-25. Koelman leest zijn spelers door de hitte, want er moet in set 2 dringend uit een ander vaatje getapt worden. De spelers hebben het begrepen en de gouden wissel baten, dus Djordjevic draagt bij tot een metamorfose van Puurs. Een gemotiveerde thuisploeg neemt het ambitieuze Lennik bij de keel. De opslagdruk neemt toe en de side-out draait op volle toeren. Via 16-13, 20-15 wordt het 24-21. Is de set binnen, denk je, maar dan sputtert de Puurse machine. Lennik komt zwaar terug tot 26-26. In een zinderend slot houdt de thuisploeg het hoofd koel. Hoofdaanvaller Bakari toont nog eens zijn enorme sprongkracht en neemt in de cruciale fase zijn verantwoordelijkheid. Het blok Batense Rochtus zet na een spannend set-einde de 28-26 op het scorebord. In de tweede set beginnen we eraan en het is in één keer zien een heel ander Puurs. Het Puurs wat het potentieel laat zien wat het team echt heeft. Ja, dat is mooi volleybal. Daar zit power in, daar zit hoogte in.
In de derde set gaan de Klein-Brabanders op de ingeslagen weg verder. Puur speelt met een groot hart en vecht voor elke bal. Tot 10-9 geven beide ploegen elkaar geen duimbreed toe. Het niveau van de wedstrijd stijgt en de thuisploeg slaat een 5-puntenkloof. Het wordt 15-10 door een boom van springveer Bakare. Een verrassing lijkt in de maak. Bakare is niet te stoppen en goed gesteund door Batens brengt hij de stand op 20-17. In de slotfase komt de klasse van Lennik boven. Een listige aanval van de Canadees Van Langveld, net terug van het WK in Italië, brengt de bordjes in evenwicht 21-21. Verrees blijft aan de opslag, de aanval van de thuisploeg stokt en in één druk spelen de Pajotters de set uit, 21-25. De derde set, daar komt een soort kantelmoment. We kunnen een aantal keren niet scoren. We zoeken andere oplossingen en dat is slecht afgelopen. En daar zijn we eigenlijk gekanteld en dat heeft de wedstrijd doen falen. Hadden we daar kunnen houden, hadden we een derde set gewonnen, dan weet ik zeker dat er een andere wedstrijd was geweest. Dan hadden we waarschijnlijk hier nu gestaan met 2 of 3 punten. Puurs hangt in de touwen en komt niet meer recht. De individuele meerklasse van de bezoekers is bepalend. De tussenstanden 5-11 en 8-20 spreken voor zich. Een onzekere receptie en 9 aanvallende fouten zijn er te veel aan. De thuisploeg krijgt geen voet meer aan de grond en verliest de set met zware 11-25. Ja, een nieuwe ploeg bouwen vraagt dus tijd en brengt heel wat werk en vraagtekens met zich mee. Het nieuwe Puurs heeft in de voorbereiding al heel wat stappen gezet, maar de weg is nog lang. 8 nieuwe spelers, een hele hoop communicatie die gedaan moet worden. Training geven in het Engels, 2 keer training per dag. Het is een hele grote aanpassing voor veel jongens. We hebben ook een jong team, een libero die moet leren dat hij met zijn 19 jaar, met 20 jaar, dat hij moet zorgen dat hij degene is die veel communiceert met de oudere gasten. Dat moet dan nog in een andere taal, ook dan zijn moederstaal. Dus dat is lastig, dat is aanpassen, maar dat is de keuze die we gemaakt hebben. We gaan er vol een bak voor en je ziet, het begint in de tweede week al te renderen. Krijgt Martijn Koelman de tijd om zijn werk te doen? Want je weet ook, een coach wordt beoordeeld of veroordeeld op zijn resultaten. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Aan de andere kant ga ik heel eerlijk zeggen, ik heb gekozen voor een project met Jo Verstuift en met Kurt van Nimmet, dus met Puurs. Waarin we hebben gezegd dat we gingen bouwen. Dus ik ben aan het bouwen. En als Puurs op een bepaald moment een streep door die rekening zet, dan is dat hun keuze. Maar ik ga niet meer af van de dingen waar ik in geloof. En ik geloof er huidig in dat de voortzetting van de opleiding van de jongens van de volleybalschool, die kan hier gebeuren. Dat kan met heel veel trainingstijd, maar dat kan ook in een volwassen omgeving waaraan we nu aan het werken zijn. En dat is voor Puurs de keuze die ze gemaakt hebben. We krijgen een compliment van Vital Heijnen in het boekje van Mazeik over de manier waarop we dit jaar hebben ingekocht. Een zeer groot verschil met andere jaren. En ik denk dat iedereen gelooft in dit project. En op dit moment ben ik er volledig van overtuigd en neem ik ook de tijd om de jongens te ontwikkelen. Ik denk dat het potentieel in deze spelers zit. Stuk voor stuk zijn dit spelers die een stap hoger kunnen. Dus waar ik graag wil eindigen, dat is binnen de Europese lijnen om te zorgen dat we volgend jaar Europees kunnen spelen. Om deze jongens een kans te geven dit jaar volledig door te leren en volgend jaar nog een stapje verder te kunnen zetten naar Europees. En dan steeds verder te blijven bouwen met ons. Zo, daarmee bent u weer helemaal mee in volleyballand. Volgende week gaan we opnieuw voetballen in de match van de maandag. Westerlo ontvangt dan KV Mechelen. Bij winst van de thuisploeg kunnen Keulemans en Co. op 1 punt komen van Malinois. Een derby waar we hier nu al naar uitkijken. Maak er intussen een sportieve week van en graag tot dan. Dag. Bekroond in de match van de kant. Oh.